Hallo allemaal, gisteren was ik helemaal in paniek, want ik dacht, ik weet niet wat ik ga filmen. Ik heb niks voorbereid, ik heb geen inspiratie. Eigenlijk het enige waar ik aan kan denken is mijn haar. Want ik ga deze week naar de kapper. Jullie krijgen het pas in de volgende video te zien. Een kappersvideo gaat hem deze week niet worden, maar volgende week wel. Dus ja, zeg maar vaarwel tegen dit kapsel. Het is lekker lang, het is niet lelijk hoor. Maar ik ben zo excited voor mijn nieuwe kapsel. Het wordt zo gaaf. Ja, dat is dus waar mijn hoofd zit. In mijn haar. Dus ja, ik dacht, ga ik tekenen in een video? Ik heb net nog getekend. Ga ik mijn spiegel versieren? Nee, want daar wil ik meer materiaal voor hebben en beter over nadenken en alles. Maar toen dacht ik, weet je wat heel gaaf gaat staan bij mijn haar? Denk ik. Grote lange oorbellen. Ik heb er zo'n zin in. Oorbellen zoals ik ze maak. Oorbellen zoals deze. Lekker lang met veel danglies. Ik denk dat die heel cool gaan staan bij mijn haar straks. Oké, misschien moet ik ze maken die minder rammelen zoals dit. Ook al vind ik het geluid fantastisch. Maar het is niet handig voor wanneer ik film. Want ze rammelen tegen de microfoon aan. En ik kan ook kijken of ik ze wat minder zwaar kan maken. Er is ruimte voor improvement. Maar ja, ik ga dus oorbellen maken. Puur omdat ik het leuk vind en ik er zin in heb. Ik zit altijd te denken van, oh, ik moet iets groots of extreems doen. Of iets dat veel views gaat pakken. Iets dat met een trend meegaat of zo. En daar heb ik vandaag gewoon geen zin in. Ik wil gewoon mijn leuke kleine oorbelletjes maken en een filmpje ervan op YouTube zetten. Volgende week krijg ik wel een video die veel views krijgt. Wat gaat om haar? Right? Ik krijg altijd views. Ik wil gewoon mijn oorbelletjes maken. Ik ga weer mijn leuke krimp plastic erbij pakken. En ik denk sowieso dat ik een paar wil met mooie belletjes. Bubbels. Met van die leuke kleurtjes. Wat nog meer? I don't know. Ik kijk wel. Ik ga weer werken met krimpy dinky of krimp plastic als je saai bent. Ik ben van plan om gewoon een hele hoop belletjes te tekenen. En vervolgens daar gewoon een beetje oorbellen mee te maken. En bubbels tekenen is zo leuk en makkelijk. Iedereen kan dit en ik ga je laten zien hoe. Allereerst pak je iets waar je een cirkel om kan trekken. Ik heb twee glazen gepakt. Ik wil namelijk verschillende groottes van bellen. En met een wit potlood maak ik daarmee perfecte cirkels. Ik vul er gelijk mijn hele blaadje mee. En ik moet ze later nog uitknippen, dus ik kan ze niet laten overlappen. Maar als je gewoon een tekening maakt, laat ze vooral overlappen, want dat ziet er leuk uit. Dan kies ik mijn mooiste felgekleurde potloden uit en ga ik daarmee streepjes tekenen in mijn bellen. Maar ze zijn allemaal rond en ze gaan zeg maar mee met de cirkel. Ik maak dus geen volledige cirkels. Ik maak alleen deeltjes van kleinere cirkels binnen de bubbel. Klinkt dat logisch? Ik vind dat het logisch klinkt. Dus ik maak sommige breder, sommige dunner, sommige korter, sommige langer. En ik gebruik lekker veel verschillende kleuren. Maak ze lekker fel en doe er zoveel kleuren in als je wil. Nu pak ik pastelkrijt en je zou dit ook kunnen doen door gewoon heel lichtjes je potloden te gebruiken. Maar ik wil echt de meest zachte overgangen in mijn bubbels. Daarom gebruik ik dit pastelkrijt. Ik heb alleen niet zo heel veel felle kleuren pastelkrijt. Dus ik pak gewoon een paar kleurtjes. En ik gebruik een wattenschijfje. Ik probeerde het eerst direct op het wattenschijfje te krijten. En daarna op de bel te doen. Maar dat werkte niet echt. Dus ik heb uiteindelijk een papiertje gepakt waarop ik eerst een stukje krijten. En het poeder dat daarvan loskomt pak ik dus op met dat wattenschijfje. En dat wrijf ik dan over de belletjes heen. Ik hou alles trouwens een beetje symmetrisch. Dus als ik een kleurtje aan de ene kant doe, doe ik hetzelfde aan de andere kant van de bubbel. Ik denk niet dat dit per se hoeft, maar dit vind ik gewoon mooi. Wanneer je alle leuke kleurtjes hebt, dan kan je erin met wit. Ik gebruik een witte Posca stift. Ik omcirkel eerst de hele cirkel met deze wit. Om een beetje de grens aan te geven of zo. En dan maak ik eigenlijk weer dezelfde halve rondjes. Dan zet ik ook nog een paar rondjes, puntjes, highlights in. En dan maak ik een paar sprankeltjes / sterretjes. Omdat we extra fancy zijn. Voilà, je hebt een bubbel. Ga ik hier natuurlijk hangertjes van maken. Dus ik begin met ze allemaal uit te knippen. En wanneer ik ze heb uitgeknipt, dan pons ik er een gaatje in. En je moet hierbij uitkijken dat je niet het randje eraf ponst. Maar dat je, you know, van het randje af gaat een stukje. Zodat hij kan hangen. En daar zijn ze allemaal gedaan. Ik vind ze super mooi. En ze kunnen nu de oven in. Nou jongens, hier is het meest interessante deel. Kunnen we het zien? We kunnen het zien. Oh, let's go. Waarom beweegt dit ding? Oh mijn god. Oh nee. Oké, wel. Hopelijk komt het goed. Oh, het werkt. Wee. Oh, kijk ze krimpen. Eigenlijk heb ik een heatgun nodig. Ik zie zoveel reels en TikToks waarin ze een heatgun hiervoor gebruiken. Dat lijkt me veel handiger. Dan hoef ik niet steeds de oven te verwarmen en alles. Maar tot die tijd doen we het wel zo. En daar zijn ze.
Dit is hoe klein ze zijn geworden. Oh my god. Ze zijn mooi. Daar zijn ze dan weer 60% kleiner. Misschien heb ik te veel kleur gebruikt. Ik zou het niet snel zeggen, maar ik weet niet. Nou, ze zijn nog steeds mooi. En om die kleur er echt helemaal in te lokken en helemaal glossy en shiny te maken, wat belletjes horen te zijn, doe ik er een laagje UV resin eroverheen. Ik heb die van Sophie & Taffy. Deze komt van het internet. Er wordt eigenlijk handschoenen, een bril en een schort hierbij te dragen. Maar ik leef graag op het randje, blijkbaar. Er staat ook op dat het non-toxic is, dus ik weet niet. Het zal wel goed zijn. Misschien niet, maar daar kom ik dan later wel achter. Dus bij deze, doe niet wat ik doe. Doe het veilig, jongens. Ik krijg nog wel te horen van Jessie. Ik heb trouwens ook nog glitter erbij gedaan. Vergeet het te zeggen. Ik doe kleine glittertjes in de belletjes voor extra sparkle. En wanneer dat allemaal volledig gecoat en gesmooth is, zet ik het onder de UV-lamp. Daar zijn mijn belletjes. Ik heb ze alvast ingedeeld. Zo wil ik ze gaan hangen. En ik denk dat ik ze gewoon met een ringetje aan een stukje ketting zet. Maar dan moet het wel lang genoeg zijn. Want het moet allemaal passen. Kijk, die kleintjes kan ik er nog wat tussen proppen. Maar die grote moet wel een beetje onder elkaar hangen. Want anders gaat het te veel stapelen. Gaat het niet mooi zijn. Ik denk dat dit zo goed is. Dat zo. En dat knip ik dan nog een keer. Hekje open. En... oh jee, past het wel? Het past echt niet. Shoot. No. Irritante ringetjes. Ik weer mijn eigen gaan maken. Ja, dit ijzerdraad past er doorheen, toch? Ja, oké. Okay. Heel casual mijn eigen ringetjes maken. Oh, deze zijn niet groot genoeg. Man. Oh. Kijk, zo past die wel. Dan moet dit er nog op. Nee, oké. Okay. Gaat lekker dit. Maak ze groter. Nou, 3 maal scheepsrecht. Aha. Oké. Okay. Ja, ik moet er wel voor zorgen dat ik de lelijke kant naar binnen doe. Dit is de mooie kant. Ja, met de glitter. Die kan dicht. Zo. En dat is 1 bel. Nou, ik ga de rest eraan hangen. Oké, ik heb ze volledig in elkaar gezet. Ik heb ook met een ringetje ze aan oorbellen vastgezet. Dus daar zijn ze. En dit zijn ze in mijn oren. Ze zijn wel mooi, maar een paar dingen. First of all, ze rammelden. Dat ging ik juist niet doen. Maar aan de andere kant, dat geluid! I love it! Het is zo satisfying geluid. Dus weet je wat, het mag rammelen. Maar verder, het is redelijk zwaar. En mijn grootste probleem is, het is te veel op 1 lijn, vind ik. De belletjes zijn mooi van zichzelf. Het zit te dicht op elkaar allemaal. Dus ik ga er even een paar aanpassingen aan doen. Wat gebeurt er als ik er gewoon een paar eruit haal? Dit is echt sad. Maar het helpt wel. Ik heb letterlijk de helft van de bubbels eraf gehaald. Dit zijn ze nu. Ze rammelen nog steeds, maar niet zo hard meer. En ze zijn ook een stuk lichter. Natuurlijk, want ik heb de helft eraf gehaald. Hey, misschien kan ik er 2 paar maken. Daar zijn ze. Nou, cute. En een close-up. Ik vind de glitter er ook heel leuk in. Bubbel oorbellen. Yeah. En ik heb nu ook allemaal van deze kleine mini bubbelhangertjes over. Die ik voor andere projectjes kan gebruiken. Ik heb ze tenminste. Ik gebruik ze nog wel. Ik wil nog een paar maken. Ik heb op het internet mensen zien werken met Krimpy Dinky. Maar dan in plaats van dat ze het plat houden, verbuigen ze het wanneer het nog heet is. En dat lijkt me makkelijker met een heatgun, die ik dus niet heb. Maar als ik ze snel verbuig, wanneer ze net daarover uitkomen, zou het dan kunnen? Dus ik ga proberen om 3D oorbellen te maken. Ik ga proberen om kwalletjes te maken. Gaat ook goed met de belletjes. En ik denk dat het goed te doen is, want het is zeg maar dat kapje. Dat heeft dan een mooie kleurtje, vooral aan die randjes. En dan kan ik dat krijt goed voor gebruiken. En daaronder dan de tentakeltjes. Misschien als ik gewoon lange sliertjes maak van Krimpy Dinky, dat ik ze dan vervolgens zeg maar kan uitstrekken of kan draaien of iets. Het wordt experimenteel, maar we gaan het gewoon proberen. Dus ik heb weer een vel krimpfolie erbij gepakt. En ik heb ook dit siliconen half rondje, die ik denk ik ga gebruiken om het plastic straks te vormen. Het moet hierin passen. Dus ik heb in mijn schetsboek gekeken hoe groot hij dan zou moeten zijn als hij gekrompen is. En dan heb ik dat uitvergroot naar iets meer dan 2 keer de grootte. Of 2 keer de grootte. Ik wil ook niet dat ze enorm gaan zijn. Op basis daarop heb ik een cirkel getrokken. En daarna een kleinere cirkel daarbinnen. Ik wil namelijk van die schattige golfjes aan de uiteindjes van de kwal. Zodat hij niet recht is aan de onderkant. Dus die buitenste cirkel trek ik over op mijn Krimpy Dinky. De maximale grootte dat die gaat worden. Nu zet ik er golfjes in. En ik gebruik die kleinere cirkel als een hulplijn. En tussen deze 2 lijnen zet ik dus golfjes, zodat hij een mooi blobje wordt. Dit doe ik natuurlijk 2 keer. En dan maak ik met mijn pastelkrijt de buitenkantjes
paars. En ik wil het niet al te veel doen, want ik wil dat mijn kwalletje nog een beetje doorzichtig is. En de kleur straks niet al te intens is. En de kleur wordt al best wel snel intens. Dus als je amper kleur kan zien, dat is de bedoeling. Hopelijk komt het zo goed uit. Het kan later ook zo zijn dat je nog potloodlijntjes ziet van het tekenen. En ik denk dat dat wel leuk is. We gokken erop. Dan knip ik mijn blobjes uit. En nu weet ik weer waarom het zo moeilijk is om golfjes te knippen in dit materiaal. Want als je een hoek te scherp knipt, scheur je het krimpplastic. Dus ik ben hier heel voorzichtig. Als je een klein beetje inscheurt, is het oké. Ik heb een paar scheurtjes, denk ik, die klein genoeg zijn om over het hoofd te zien. En toen bedacht ik me, wacht even, er moet een gat in het midden wat bovenop komt. Want ik moet het ergens aan hangen natuurlijk. Dus ik pak mijn schetsboek er weer bij en ik zoek het midden op. En precies daar maak ik een gaatje. Oké, dat is dan het hoedje. Dan ga ik nu de tentakeltjes doen. Ik keek naar de rest van het velletje en ik dacht, ja, hier kan ik nog genoeg tentakeltjes uitknippen. Ik ga 3 per kwal doen. En ik begin meteen al met 3 gaatjes prikken met genoeg ruimte tussen elkaar. Dan doe ik in 1 keer de gradient. Dus ik ga weer met mijn pastelkrijt. Dit keer in het blauw. En ik wil hem vooral gekleurd hebben aan de uiteindjes. En dan dat het zo overloopt doorzichtig naar het midden toe. Dat lijkt me het mooist. Toen ging ik dit uitknippen. En ik dacht eerst, ik ga een beetje zigzaggen tussen de tentakels door. Zodat ik eigenlijk automatisch 2 tentakels tegelijkertijd zigzag. Maar dat was veel te moeilijk. Want dit materiaal scheurt zo makkelijk. Maar ik heb een andere techniek gevonden. Namelijk om eerst de strookjes recht uit te knippen. En hier kom ik pas achter bij de 2e of 3e. Maar ik heb dus dat rechte strookje. Daarbij knip ik eerst de hoekjes af aan de bovenkant. En dan knip ik steeds een paar gebogen lijntjes naar de binnenkant toe. Dan flip ik hem en dan doe ik hetzelfde, maar dan tussen al die andere lijntjes. En allemaal niet verder dan het midden. Dan flip ik hem verticaal en maak ik zeg maar boogjes van de lijntjes door dezelfde lijntjes te knippen. En dan kom je eigenlijk uit met deze swiggle vorm. Ik weet niet, maar ik heb het slim bedacht. Maar dat is alles nu gekleurd en uitgeknipt. Dan nu het gedeelte waar ik het meest benieuwd naar ben. We gaan het laten krimpen en we gaan het proberen te vervormen. Oké, ik ga ze in de oven doen en ik heb alvast dingetjes om ze straks mee te pakken. En deze dingetjes waarmee ik ze ga vormen. Oké, let's go! Oké, dit keer doe ik papier niet raar. Dat is fijn. Het is zo slecht te zien. Ah, het lijkt op een bloemetje. Ik moet dus echt wachten totdat ze plat zijn. En dan pas kan ik ze oppakken. Oké, ik ga er één proberen te pakken. Waarom heb ik het pincet niet gepakt? Nee! Ik kabel op vloer. Nee. Oh man, dit is niet te filmen. Ik heb ze er nu zo in gelegd. Het werkt een beetje. Ik heb ze nu andersom gelegd. Nou, ik heb geprobeerd om met het achterste van mijn tangetje het erin te duwen. Maar dat ging niet helemaal goed. En nu zijn ze een beetje scheef. Dus dan plan C of D, ik weet niet meer. Handschoenen proberen. Update. Handschoenen werken. Ik kan het alleen niet filmen, want ik heb beide mijn handen nodig. Maar ik heb ze dus nog eventjes erin zitten. Ik heb ze er al een stuk verder in kunnen duwen. Dus ik laat ze nog 1 keer zacht worden. En ik denk dat ik ze dan ver genoeg kan verbuigen tot ik er happy mee ben. I did it. Yeah. Oké, dan moeten nu die tentakels nog. Yes. Let's go. Kijk naar mijn baby's. Ze zijn niet perfect, maar dat maakt ze zo schattig. Ze zijn een beetje wonky. Natuurlijk zijn ze een beetje wonky. Het zijn onderwaterdiertjes. Het zijn blobjes die door de oceaan zweven. Dit wordt fantastisch. Oh, waar gaat die? Waar gaan ze heen? Oh, die krult helemaal op. Komt goed. Ja, komt goed. Ik heb er zojuist eentje uit overgepakt en hem gedraaid. En ja, getwist als een wokkeltje. Perfect volgens plan. Oké, misschien niet perfect volgens plan, maar het is wel cute. Daar zijn dan al mijn kleine onderdeeltjes. Ik heb dus de handschoentechniek ook gebruikt op de tentakeltjes en het werkt fantastisch. Ik ga de kwalletjes hangen aan deze korte stukjes ketting die ik net nog heb afgeknipt toen ik mijn bubbeloorbellen verkortte. Dus deze heb ik toevallig net over en die kan ik hier goed gebruiken. En ik pak nu allemaal ringetjes om ze in elkaar te zetten. Gaat niet al te moeilijk zijn. Ik zet gewoon
een ringetje op elk tentakeltje. En wanneer alle tentakeltjes een sikke piercing hebben, maak ik ze allemaal aan elkaar met nog een ringetje. En aan het ringetje waar nu alle tentakeltjes aan hangen, zet je nu ook het stukje ketting aan het uiteindje. Dat oogje doen we dan dicht. En heb je een kettingje met tentakeltjes. Het kettingje doe ik dan door het gaatje van de blob. En dan zet je dat uiteindje weer vast aan een oorbel. Nu ben ik erachter gekomen dat je het blobje er alsnog af kan halen, omdat die oorbel er doorheen past. Maar ach, je kan dus gewoon het kettingje aan de oorbel vastmaken en dan pas het blobje erop doen. Maar dat wist ik niet, oké? En voilà, daar is je kwaloorbel. Oh my god, jongens, ze zijn zo schattig geworden. Kijk hoe cute! Deze video is echt een onderwater thema geworden. Ik ga ze eventjes indoen. Deze oorbellen zijn zo leuk geworden. Ze zijn zo cute! Ik hou van de kleuren. Duh. Dat spreekt voor zich. Maar ze zijn zo licht. Ik voel ze amper. Ze zijn echt super licht. En ze rammelen niet, ze rinkelen. Ik kan geen stille oorbellen maken, denk ik. Maar luister. Het is alsnog een heel satisfying geluid. I like it. En ze rinkelen een beetje zachtjes. Is het storend? Het is niet dat wanneer ik praat, ik continu met mijn hoofd schud of zo. Hallo allemaal. Maar ik beweeg wel veel. Ze zijn ook weer niet zoals deze, dat ze ook echt super lang zijn en continu overal heen rammelen. Maar ze zijn ook weer niet stil. Het zijn een soort van belletjes, maar dan van plastic. En in kwalvorm. Nog eventjes van dichterbij. Under the sea. Under the sea. Yeah! Ik vind het echt heel leuk. Nou, toch maar een keer een heat gun kopen, zodat ik meer 3D creepy dinky dingen kan maken. Ja, poehey. Nu we 2 paar oorbellen hebben gemaakt, ben ik wel benieuwd hoe ze eruit zien wanneer ik ze combineer. We hebben namelijk 2 onderwater thema dingen. Wanneer komt de Little Mermaid uit? Kan ik doen alsof dit daarmee te maken heeft? Tenzij het pas over 2 maanden uitkomt, dan is het een beetje awkward. Anyways, oorbellen. Want het zijn bellen. Lach. Mijn oorbel bellen. Ja, dit is cute. Ja, zo is het ook leuk. En nog eventjes wat ASMR. Graag gedaan. Dan heb ik nog een hele belangrijke vraag aan jullie. Als jij je eigen oorbellen zou kunnen ontwerpen, wat voor oorbellen zou het dan zijn? Zet je mooiste, leukste, gekste ideeën in de comments onder deze video. Ik ben heel benieuwd. En dan zie ik jullie weer in de volgende video, waarin we mijn haar gaan doen. Ik heb er zin in. Oké, doei.